Suriname heeft geen voorraad meer aan polio, gele koorts en pentavalent vaccins. Minister Amara Madin van Volksgezondheid zegt dat de voorraad snel aangevuld zal worden. De bewindsman geeft aan dat via de PAHO er een partij van deze drie kindervaccins onderweg is naar Suriname. Het tekort zal volgens hem binnenkort opgeheven zijn. Er is al een overeenkomst dat een afspraak dat de vaccins zo snel als mogelijk worden aangeleverd. Ja. Wij nemen vaccins af via een fonds welke door de PAHO beheerd wordt, of althans opgezet is. Mm-hmm. En soms komt het wel eens voor dat er stockholders zijn. Omdat er zijn diverse factoren daarvoor verantwoordelijk zijn. Niet alleen financiële issues, maar ook soms zijn er ook regionale tekorten. Mm-hmm. Leveringen vanuit fabrikanten naar de landen. Dus soms hebben we soms wat vertraging. Dus het is niet zo dat er helemaal geen zicht is, hoor. Er is in elk geval al bevestiging dat Suriname binnenkort de vaccins weer krijgt. Ramadin zegt dat een combinatie van financiële problemen en internationale tekorten ten grondslag liggen aan het tekort aan kindervaccins in Suriname. Ook is er internationaal zijn er tekorten in leveringen. Dus er zijn vertragingen in leveringen vanuit fabrikanten. Maar dat proces hoeft niet te lang te duren, dat zeg ik. Dus ik heb in ieder geval morgenochtend om 8 uur heb ik een gesprek met de PAHO. Ook hierover. En dan gaan we daar verder op ingaan. Door het tekort aan polio, gele koorts en pentavalent vaccins kunnen kinderen voorlopig niet gevaccineerd worden. De afspraken die zij daarvoor hadden bij de arts zijn uitgesteld tot nader orde.